daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. We zijn weer in de Efteling, daar zijn we weer, jongens. We zijn er weer allemaal. Ik heb ook bij me Ramonski. Monsieur Ramonski. Dat is niet niks, hè? Nee, precies, hè. Dat is inderdaad niet niks. Hè. Nou, en we staan op de eerste parkeerplaats. Bij Draki nummer 5 staan we. Dus we staan lekker dichtbij. We hoeven vanavond in ieder geval niet. We hoeven vanavond in ieder geval niet in kleren en te lopen. Dat is wel eens anders geweest. We hebben wel eens op parkeerplaats 2 gestaan, parkeerplaats 3. En wel eens helemaal achter op een weiland. Dus dat is nou in ieder geval een stuk beter geregeld. Nou, Kevin, die is er niet. Die komt later. Die komt pas na zijn werk. Komt hij pas. En vanavond is het laatste 9 pleinen festijn nog weer van dit jaar. Ook kom weg. Ja, ook kom weg. Ook kom weg. Het laatste 9 pleinen festijn. Ook Kafutsi. Ook Kafutsi. Nou, ik ga proberen om zoveel mogelijk te filmen. En ja, ten dele te doen. Zodat jullie een paar dagen, de aankomende dagen, kunnen genieten van de Efteling, de laatste 9 pleinen festijn. Dat dan ook. Ik moet heel nodig naar de wc. Dus gaan we daar eerst eens even doen. Ja, dat kan ik maar doen. Maar eerst gaan we eens even lekker naar binnen. En hier hebben we weer het huis van de vijf zintuigen. Ja, dat is niet op, dat kan ik maar weer. Het huis van de vijf zintuigen. Daar is die dan. Nou, dit is allemaal al vol al. Maar ja, ik ben in ieder geval blij. Kevin die zal een stuk moeilijker krijgen. Want ja, die is pas 3:30 klaar met werken. En dan moet hij eerst nog naar huis volgens mij zijn eigen omkleden. Of hij kleedt zijn eigen op de zaak om, weet ik veel hoe hij dat doet. Maar die gaat in ieder geval na 3:30 pas, komt hij deze kant op. Dus die zal ergens daarachter op een weiland staan, geparkeerd. Nou, hier een lekkere Coca-Cola. Heb ik niet nodig, ik heb toch weer een fles meegenomen. Ik kan gezegd van nou, ik neem geen fles meer mee, want het is elke keer gezeik met die cola. Nee. Ik heb natuurlijk de laatste keer dat mijn colafles explodeerde. Dus, maar in ieder geval heb ik toch maar weer cola meegenomen. Ja, ik moet toch cola hebben? Ja, ik loop op cola, hè. Ik loop gewoon op cola, loop ik. Ik loop 1-op-1 op cola. Nou, Ramonski. Dus, ben je blij dat je er weer bent? Ja, ja, dat is inderdaad niet verkeerd. Hè. We maken er weer een mooi dagje van, hè, zal ik zeggen. Nou, kijk, in, hier heb je mooi de Efteling. De ingang. En dan gaan we eens eventjes. Ga even mijn abonnement pakken en dan. Ja, dan gaan we maar naar binnen toe, hè. We gaan het wel zien. We gaan het wel meemaken. Dat is mooi. Dus. Ik. Spreek jullie zo als we weer binnen zijn. Hup, we hebben de gastenservice. Kijk, de gastenservice. En hier gaan we naar binnen. Kom nou even opnieuw op. Nou, hij is er al, jongens. Ik ben er net aangekomen, joh. Ik denk, je hebt gewoon de hele dag werk, keihard werken. Dat wisten we natuurlijk niet, dat kan vloggen. Nee, ik denk, nou, die heb gewoon komt gewoon naast werk vanaf 3:30. Maar hij is er al, hoor, Kevinski. Zag ik helemaal 1000 meter achter. Meneer Abnormaal is er ook weer, dus we zijn alweer met z'n drietjes. Het kan weer mooi wezen, zo. Ja, toch. Wat gaan we doen? Uitrusten. Uitrusten. Uitrusten, zegt hij. Ja. Dus, nou, in ieder geval zijn we er. We gaan zo het park in en dan. Dat komt helemaal goed. Ja. Komt het weer helemaal goed, hè? Vanavond de Ravelijn en vanavond. Ja, vanavond de Ravelijn. En ik wil naar de statige stuurman, die wil ik zien. Dat vind ik ook wel een keer leuk, want dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien, de statige stuurman. Ik ben op YouTube, zeg maar. Ja, ik ook op YouTube. Ik ook op YouTube, maar niet op manier in het echt. Dus dat wil ik nog wel een keer, die show wil ik nog wel een keer zien van de statige stuurman. Ja, of tot zo allemaal. Tot zo, hè? Ja, en dan staan we weer voor Le Chateau. Nee, ik heb er geen zin in vandaag. Ik heb er vandaag geen zin in. Nou, we zijn in ieder geval voor Symbolieloods. En ja, ik weet niet, jongens, wat willen jullie gaan doen allemaal? Waar gaan we heen? We gaan carnaval. We gaan naar de carnavalfestival, oké. Okay. Nou, we gaan naar de carnavalfestival. Carnaval. Andere kant, ook. Gaan we de andere kant op. Weet je nog steeds de weg? Nee, ik weet het nog steeds niet. Hij weet het nog steeds niet. Nou, hier hebben we
Symbolica, hè? Ja, symbolisch, hè? En daar gaat. De pagode. De pagode die gaat daar zo. Beeld is nou wel beter. Ja, ik zit nog elke keer te kijken. Want ik weet niet, maar voor mij is mijn beeld niet echt helemaal lekker soepel meer. Is niet. Dus. Misschien komt die camera wel eerder dan dat ik verwacht. Je weet het niet. Ja, ik heb in ieder geval een mooie camera gezien. Ik ga nog niet zeggen welke. Maar het is in ieder geval een Sony Handycam in ieder geval. Als ik er eentje ga halen. Het is in ieder geval een Sony Handycam is het in ieder geval die ik ga halen. En het is een mooi gezicht. Ja, het is echt een fucking mooie camera. 4K. En gewoon, volgens mij passen zelfs nog deze kaartjes die ik nu heb, die passen er ook nog in. Dus ik hoef geen nieuwe kaartjes te kopen. Dat ga ik misschien wel doen later, want ik ga later misschien één grote, misschien ga ik later één hele grote kaart kopen. Dat je niet elke keer meer die kaartjes hoeft te vervangen, weet je wel. Dan gooi je er gewoon één kaartje gooi je erin. En dan kan je gewoon 4 uur achter elkaar filmen of zo. Een kaartje van 64 gigabyte. Ja, daarom, dan kan je wel aardig wel filmen. Dus nou, we lopen tussen de bossen, komen we dadelijk weer aan de... Beter voordeel dan nadelen, zegt hij. Beter voordeel dan nadelen, zegt hij. Nou, voor het klokje vanavond, wat gaan we vanavond doen? Nou, dat heb ik al 300 keer in mijn vlog uitgelegd. We gaan naar de statige stuurman. Heb je dat verteld? We gaan naar Ravelijn in de avond gaan we. En we gaan naar de laatste show van Jurgen Vrijmlieg vanavond. En we gaan natuurlijk als afsluiter naar de Aquanura show van Chesto. Sorry, ik wist niet dat je het al verteld had. Maar dat had ik al. Ja, ik heb al. Ja, maar die vlogs waar ik dat in vertel. Die komen pas aankomend weekend, komen ze pas. Dus dat wisten jullie nog niet. Dat konden jullie nog niet weten. Dus. Vandaag. Nou, hier hebben we weer. Hier hebben we die. Stoomcarousel weer. Kijk, dan komen we hier weer langs. Oh, zo, Ramon gaat wordt helemaal wild van de. Ben je helemaal wild, Ramon? Helemaal wild van een wesp, helemaal. Ja, als Ramon een wesp hebt, dan word je helemaal wild. Word je helemaal gek. Word je helemaal gek, dan gaat schelden, vloeken, slaan, schoppen, alles. Schoppen nog net niet. Dan gaat hij helemaal los. Schoppen nog net niet, maar misschien ook het een beetje met alles. Ja, allemaal weer hele nuttige informatie, allemaal weer. Allemaal hele nuttige informatie. Ja, het staat gewoon nergens op. Ik kreeg gewoon net eigenlijk kennis getruid knippen, maar ja. Ja, dat moet doen, hè. Dat wel. Nou, hier hebben we de droomvlug in de Villa Volta. Daar gaan we niet heen. We gaan de andere kant op. Ja, we gaan naar carnaval. Hij wil ineens de carnaval festival. Ja. Nou, dan gaan we toch even lekker de carnaval... Ja, gaan we toch even de... Potje carnaval. Ja. Ik heb er gewoon zin in. Hij heeft er gewoon zin in. 11 september in de opera in de Efteling. Is er niks voor ons? Karen. Ja. Op 11 september is het toch wel. Ik moet er toch weer even wat van maken. Hè? De geur komt dus. Een beetje van dat. Ja, een beetje van dit en een beetje van dat. Nou, een beetje van alles wat. We gaan het wel zien of we ze tegenkomen vandaag. We hebben een hartstikke druk programma. Dus ik denk, ik weet het niet. Ja, we hebben eigenlijk een beetje tijd tekort. Ik wil nog een hoop dingen doen vandaag. En ja, ik kom eigenlijk een beetje tijd tekort. We hadden eigenlijk wel om 10 uur kunnen gaan, maar ja. Een beetje te vroeg, hè? Dat is een beetje te vroeg, want dan sta je hier, moet je hier 13 uur rond bafferkeren. Dat vind ik ook wel weer een beetje... En dat kun je niet aan. Vind ik ook wel weer een beetje... Nee, dat kan ik niet aan. Ik ben al een oude man aan het worden. Dat kan ik gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Ja, oude man aan het worden, ja. Dus, nou, we zijn er alweer bijna. Maar ik ga me heel even neerleggen. Doei! En dan zitten we weer in de carnaval festival. Ta 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 ta
ta ta ta ta. Leuk! Ramon! Ja, mooi, top, topje! Ja. Hij was super! Ja, ta 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 ta. Eeuw. Eeuw. Eeuw, eeuw, alleen. Ja, ta. Loods. En dan luister dat het is. Eeuw, eeuw, alleen. Ah, schrik voor mij. Hey, jij ook hier. Ha, ha. Goeie, ja. Goeie af, ja. Hey, jij ook hier. Ha, ha. Jij hebt bier! Ja, ja, touw eens even, misschien gaat hij naar voren. Zie daar eens op met dat ding. Zie daar met dat ding. Zwemmen! Helemaal goed aan. Ja, ratatata. Jalala, jalala. Pietersen en Dankersen, hè? Ja, we schrik, hè? Leuks! Careful, everybody! Ja, daar gaan we weer, hoor. Daar gaan we weer. Ja, hè, van. Ik beweeg het wel eens af te doen. Hè, van met Ramon. Ja, dat is ook mooi. Hey, dat is een bekende, kijk nou! Oh, dat kan je niet, dat kan je niet maken, Ramon, dat zeg je toch niet? Ik vind het lekker. Een mooi actie, hoor. Onride experience. Onride experience. Onride en rijden. Rijden en onride. Ja, la 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 la. Ta 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 ta. La ta 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 ta. Ja, ra ta ta. Ta ta. Luts! Luts! En een luts dat het is! Ja, ta 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 ta. Drie papi pangang voor Jan Hai. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng speciaal. Nasi goreng, ja. Nasi goreng speciaal. Ja, speciaal, hè. Een mooie actie. Zet hier met zijn nieuwe camera te filmen. Hey, Jelle Peter. Ja, één ding is wel zeker, het is wel. Kijk, daar hebben Jelle Peter, hè. Hebben Jelle Peter, hè. Ja, dat lukt. Schiet op, jongen. Chinese babi pang pang. Sabi Chinese babi pang. Chinese babi pang. Samba bye bye. Ting 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 ting. La 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 la
Ik wil dat je het hek overgaat en drie pingwings voor me haalt. Ik wil dat je het hek overgaat en drie pingwings voor mij haalt. Ja, precies. Drie pingwings. Dat is mooi, ja. Loods. Super loods, hè? Loods. En super loods. Cameraman van Kevin. Ja, dat is mooi. Cameraman Kevin. Dat was mooi, ja. Oh, ik kan niet meer op. Hij kan niet meer door. Hij kan het niet meer doen. Hij is in nummer 100. Wat wel, zo, het is wel heel erg donker nou. Wat wel leuk was, is dat we hier, wist je nog dat wij hier ingingen toen het zo ontzettend warm weer buiten was? Ja. Zo, toen was het hier niet uit te houden van de hitte. Toen was het echt warm was. Oh, daar gaan ze allemaal. Allemaal rennen ze allemaal weg. En een hapje. Ah, echt. En toch blijft deze leuk gedecoreerd altijd, vind ik. Carnaval Festival blijft gewoon leuk. Ik blijf de Carnaval Festival gewoon echt een super attractie vinden. Echt hartstikke leuk. En al die rode neusjes allemaal, echt wel leuk. En dan komen we op de foto. Je moet hier houden. Loods. Auf Wiedersehen, Schnitzel. Aloha. Hey, ik heb hem nog niet gezien. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem nou gezien. Goed aan de buren. Ik heb hem nog niet gezien. Goed aan de buren. Ja, precies. Dat was mooi, hè? Nou, en dat was hem weer, jongens. Hier uitstappen. Dat is een aparte kleine dingetjes zo. We gaan er weer uit, jongens. Oh, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Kan jij nog, Ramon? Ik kan niet meer. Ik ken er wel nog, hè. Via Jet gaan de wereld rond, op zoek naar avontuur, in een luchtballon. Via Jet gaan de wereld rond. Heel goed zo. Via Jet hebben altijd dikke plek. Zo, hallo allemaal. Ik ben Jokie. En ik ben Jet. En samen met Jet reis ik de hele wereld rond. Dat klopt. En we doen in onze luchtballon. Dat klopt, maar... Zeg Jet. Ja? Waar zijn we vandaag geland? Oh, laat ik eens even kijken. Ja? Wat is dat dan? Dat zijn koeien. Wow, koeien. Dat is grappig. En dat zijn kippen. Ja, kippen. Maar Jokie, dan weet ik waar we zijn geland. Echt waar? Ja, ik weet het. Nou, waar zijn we dan geland, Jess? We zijn geland op de... Ja? Boerderij. Op de boerderij? Ja. Wow, maar Jet, ik ben dol op boerderijen. Ik wel. Hey Jet, ik heb een heel goed idee. Oh ja? Zullen we samen op zoek gaan naar iemand die bij de boerderij werkt? Want ik zou het zien... Hey, maar het is een hele bekende... Hey, wat een hele bekende zaal hier, hoor. Ja, bekende zaal. Wat een bekende zaal. Wie vielen hier ook weer van de trap af? Nancy. Harmon. Wie waren dat ook weer? Ga je tegen me praten, Pik? Ik heb geen idee wie dat afviel. Ga je tegen me praten, Pik? Maak je vlog? Maak je vlog? Nee. In een vlog wat ze gaan? In een vlog, hè? Jammer voor je. Jammer voor je. Fout. Ja, helemaal fout. Ik weet niet waar het over gaat, maar het zal wel. Oké, doei. En dan gaan we maar weer terug. Ja, gaan we terug. Doei. Dat is niet gek, hè? Ja. En daar zijn we dan. Op deze plek. Deze plek. Daar komt over een paar jaar de nieuwe achtbaan. Nieuwe familiecoaster met een of andere circus thema. En die moet dan waarschijnlijk hier komen.
deze plek. Ja, alleen niet zo naast de grote autoweg zitten. Ja, want je zit vlak aan de Europalaan zit je. Ja, dat is de Europalaan. Zie je ergens op deze plek gaat hij dan komen, die nieuwe achtbaan? Familieachtbaan. Dat zou niet gezegd worden. Dus. Dat is wel mooi, ja. Nou. Dat is niet verkeerd, dat is mooi. Nou, daar, aan die kant heb je Vogelrok en Carnival Festival. En dan is dit het nieuwe gedeelte wat ze aankopen. Nou, dat zal wel nog wel een jaar of vier. Zal denk ik nog wel een jaar of vier duren, denk ik. Maar dat is het nieuwe gebied, jongens. Er komt een nieuwe achtbaan te staan. Gaan we dat sowieso nog wel meemaken? Ja. Gaan we bouwupdaten maken? Ja, en zo, dat zou aan het bouwen zijn. Ja, we zien hoe we zelf al helemaal opgebouwd worden natuurlijk, hè. Dus, maar dit is in ieder geval het gedeelte. Dus de Efteling de nieuw bijgekocht heb. En waar dus de nieuwe circus, thema circus, achtbaan gebied. Misschien kan je het vanaf het brugje beter zien. Dat weet ik eigenlijk nog niet of dat. Ja, dat is nog wel een heel gedeelte, is dat nog wel. Dat loopt nog helemaal naar achteren ook een stuk. Zie je? Dus. Nou, we gaan het wel zien. De komende tijd. De komende jaren, wat ze hier weer neer gaan zetten. Hier hebben we de trein. Rails. Dat is wel een. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. Ja, dat zijn we weer, de Python. Hier heb je de Likkerbaard. En hier heb je de Python hoor. Het is allemaal voor de rij te wachten. Ik denk dat het allemaal een tijdslot, hè. Allemaal tijdslot wachten tot je de Python in mag. Daar is hij hoor. Ja. Maar daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Oh, net te laat. Was net te laat. Doe maar een dat is iets aantrekkelijker. Mooi. Daar haai je hem toevallig hoor. Daar haai je hem toevallig. Hier is de uitgang van de Python. Nou, we gaan eens even wachten tot er weer een treintje voorbij komt. Even kijken. Nou, die staat te wachten. Als die naar binnen gaat, dan gaat die andere weer. Gaat de andere weer rijden? Dat is allemaal niet. Zo, een lucht hier ook, zeg. Ja, zo. Oh, ik moet naar eten lucht hier ook, daar weet je niet goed van. Van de hamburger tent. De geur komt je tegemoet. Kijk. Daar heb je de Heine mooi. Kijk, daar Heine toevallig hoor. Daar Heine toevallig. Daar gaat hij hoor. Dat ook een beetje. Daar gaat hij hoor. Lekker slokkengangetje. Dan gaan we eens even kijken. Ja, even kijken of hij nog even van. Ja, even kijken of hij nog even als Rik. Even kijken of hij nog een beetje als Rikketik krijgt. Daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Daar gaat hij hoor. Ja. Ja, hij heeft het als een rikketik. Hij heeft het als een rikketik hoor. Hij krijgt het als een rikketik. Wat? Daar gaat hij weer. En dan gaat hij nou weer twikken. Zo.
als ik hem niet moet. Oh, wat heb ik te zien. Het heeft weer zo'n goede dingen. Kijk, en daar, hier heb je het, even kijken, zo. En hier heb je het verschil van het baandeel. Zie je, dit is allemaal nog, aan de linkerkant allemaal, is het allemaal, ja, de oude baan. En aan de rechterkant zie je de beetje ronde dingetjes aan het uiteinde. Dat is de nieuwe baan. Daar is het dus afgezaagd geweest. Nou, daar heb je hem weer hoor. Daar haaien hem weer hoor. Daar haaien hem weer. Ik heb ontzettend klote filmen hier hoor. Alles staat in de weg. Altijd. De baan die staat een beetje in de weg. En daar gaat hij weer hoor. Vreselijk niet te doen. En? Ja. Ja. Hij heeft het als een rikketik. Hij krijgt het weer als een rikketik hoor. Daar gaat hij weer hoor. Ja hoor. Oké. Maar dat was hem weer, hè? Nou, en dat was de Python, hè? En dan staat hier... hier staat de enige echte... Joris en de Draak. Topbestrijders, trick ten strijde tegen het beest. Zaagbaar, luister wat de koning vraagt. De dappere die de draak verslaat van 1001 ducaat. En daar gaat hij weer. Daar gaat Joris en de draak en het is een... het is een houten achtbaan. Ik weet niet waar hij het over hebt. Iets met een achtbaan. Nou, kijk hier ook nog een leuke... Oh, die is ook leuk. Oh, daar wil ik in zitten. Dat vind ik leuk. Ja hoor. Kijk, daar zit ik hoor in Joris en de Draak. Kijk, hey Joris en de Draak. Ja. Ze hebben alleen dat ding eruit gehaald. Ah, wel leuk. Ah, zit wel lekker. Zit wel lekker, dat wel. Hij heeft die tas om natuurlijk, maar dat is wel grappig. Ja, we kijken of 30 minuten. Ah. Hallo. Hij is leuk. En voor je het ritje? Ja, was een heel stil ritje was het. Was goed te doen. Zo, en dat was deel 1 van de video. Morgen komt het tweede deel van mijn trip hier in de Efteling. Laatste Negerpleinenfestijn. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Druk de notificaties aan door het veetje aan te winken. En dan zou ik zeggen, tot morgen, tot een tweede deel. Hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en ik spreek jullie. Bye!